Ondernemers uit de regio kwamen dinsdagavond bij elkaar voor de Haringparty. Dit jaar was de 21ste editie en die heeft €22.000 opgebracht. En dat komt ten goede aan twee Nijmeegse goede doelen. Het Mariekehuis en Stroomgroep De Goffert. Dat is heel bijzonder om daarvoor uitgekozen te worden. Helemaal omdat het er inderdaad maar twee zijn. We hadden het ook niet verwacht, maar het is leuk dat we daarvoor gevraagd zijn. Dat geeft net even die extra boost om toch iedere keer weer iets nieuws te verzinnen en toch iedere keer door te gaan. Plus gaat dit al goed een stap vooruit zijn op het kopen van de trein en het daarna ook gaan exploiteren. Dus dat is mooi meegenomen. Het meeste geld is binnengekomen met collecteren en sowieso giften van bedrijven, sponsoring van bedrijven. Maar het meeste is gecollecteerd aan de deur. Het is sowieso in de eerste instantie even kijken wat de avond oplevert. Dat zal best wel een flink bedrag zijn, aangezien er vorig jaar ook een mooi bedrag is opgehaald. Maar los daarvan vertellen we graag iedereen die wat erover wil weten, over onze stichting en over wat we precies doen. Daar hebben we ook al een aantal mensen over gesproken. En het is sowieso altijd leuk om over je stichting te praten. We verwachten in ieder geval dat er weer naamsbekendheid komt van het Mariekehuis. En als we hetzelfde bedrag halen als vorig jaar, zijn we natuurlijk ontzettend blij. Wat we eigenlijk vooral nodig hebben, omdat we geen enkele structurele financiering hebben, hebben we het geld gewoon nodig om het huis open te houden. Dus gewoon om te zorgen dat je het gaswater licht hebt, dat je gewoon een warme plek hebt. We zijn helemaal een vrijwilligersorganisatie, dus er blijft helemaal geen geld aan de strijkstok hangen. Maar ja, je hebt op die manier toch iets van 35.000, 40.000 euro op jaarbasis nodig. En we merken, we hebben meer dan 4.000 mensen gehad, dat ze toch heel graag bij ons willen zijn. En dat willen we heel erg laagdrempelig doen. Dus mensen, als ze inloop hebben, krijgen ze gewoon gratis een kop koffie en alle lezingen zijn gratis. En voor alle activiteiten betalen ze €2,50. En dat is dan meer om weer knutselpapier te hebben om andere dingen te doen. Dus voor het gewone open zijn van het huis hebben we het geld nodig.